allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik ga zo meteen even lekker douchen. Ik heb net wat naked items laten zien voor nog in de vorige vlog. Want ook als je deze vlog kijkt, heb ik een kortingscode voor jullie voor naked. Het staat altijd in de beschrijving. En ik zal de linkjes van deze items ook wel in de beschrijving. In de beschrijving zetten. Wil je nou weten wat ik allemaal heb gekozen en hoe het staat, moet je of eventjes de vorige video kijken op mijn Instagram story. Want daar staat het ook in als het goed is. Ik ga nu eventjes mijn bed opmaken. En het hier heel eventjes stofzuigen. Want dan kan ik mijn bed terugverplaatsen zodat mijn kamer een beetje opgeruimder is. Want deze muur ga ik met mijn vader toch pas van het weekend doen. Dus anders staat het hier heel de tijd als een rotzooi. Daar kan ik echt niet tegen. Dus ik ga hier eventjes stofzuigen. Terugschuiven mijn bed en zo. En dan ga ik eventjes douchen. En dan staan er veel leuke dingen op de planning voor vandaag. Ik heb gedoucht, me aangekleed, make-up gedaan. Haar verzorgd. Ik zal eventjes laten zien wat ik aan heb. Maar het wordt vandaag dus best wel lekker weer in de tuin. Of nou, niet in de tuin. Maar het wordt gewoon best wel lekker weer. Dus ik heb dit broekje aan van de Zara van vorig jaar. En dit topje ook van de Zara. Die is net nieuw. Als ik die nog kan vinden, zal ik die wel eventjes in de beschrijving zetten. Maar die vind ik echt heel leuk. Want kijk, die heeft hier... Even wat lichter zetten, kan je misschien zien. Het is hier zo gedrapeerd, noem je dat volgens mij. Maar ik ga nu als eerst mijn nagels lakken met gel lakken. Ik heb hier gisteren allemaal kleurtjes meegenomen. Omdat ik niet kon kiezen. Maar ik denk dat ik dus op iedere nagel een ander kleurtje ga doen. Dus dat is wat ik nu ga doen. En als het goed is komen vandaag mijn kralen binnen. Dus dan kan ik ook van die sunny cord dingen maken. Als je denkt van je bent echt de zomers gekleed. Ik ga toch de deur niet uit vandaag. En als ik wel de deur uit ga doe ik denk eventjes een lange broek erbij aan. Maar ja, ik dacht voor de zon is dit wel lekker in de tuin. Kijk, het wordt vandaag lekker 21 graden. Het is wel 18 graden. Dus nou, ik vind wel dat het mag. Of ik doe een ander broekje aan. Mijn eerste hand heb ik gedaan. Ik weet niet echt wat ik ervan vind. Op het plaatje zag het er echt veel leuker uit. Mijn andere hand moet ik nog doen. Maar er is een pakketje binnengekomen. Dus ik dacht dat ik het eerst even laten zien. Want niet gisteravond, maar die avond daarvoor was het bij Douglas Shopping Night. Dus had je bijna op alles 25% korting. Dan is er 29 april weer Shopping Night en overal korting. Dus eerst zitten er twee testertjes in. Er was dus bij Marc Jacobs is dus zo, als je een geurtje kocht, dan kreeg je er een toilettas bij. En ik vond die toilettas echt zo leuk. Dat ik maar een geurtje heb gekocht. Deze. Ik heb deze al in het groot. Nou, die is leeg. Die heb ik toen een keertje op het vliegveld gekocht. Maar die vind ik echt heel erg lekker. Dus ze hebben nu, dit is nieuw, dat ze van die minis hebben. Dus ik dacht, ja, ik bestel gewoon een mini. Dan krijg ik alsnog dat tasje. En ben ik niet zo reet veel geld kwijt. Want deze was volgens mij, die mini was 30 euro of zo. Kijk. Er zit nog best wel veel in. 20 milliliter. En ik heb echt heel lang gezocht en gekeken of dit hetzelfde geurtje is. Omdat die Marc Jacobs geuren, die hebben zo'n gekke naam allemaal. En nou, je kan niet echt goed zien of nou welke nou welke is. Maar als het goed is, is het dezelfde. Oh, ja. Kijk nou hoe handig dit is voor je tas of zo. Maar oké, in ieder geval die toilettasje. Ik hoop dat die leuk is. Oh, hij is echt heel groot. Oh, dat is heel chill. Kijk nou hoe leuk. Even uitkloppen. Dit is heel leuk. En hij is heel groot. Dus kan ik lekker al make-up in doen en zo. En vanaf de binnenkant is hij geel. En er staat hier gewoon deze Marc Jacobs. Dus oké. Die. Ik ga nu mijn nagels weer verder doen. Ik heb echt geen zin meer in die andere hand. Maar ja, het zal wel moeten. Dus ja. Oké. Mijn nagels zijn eindelijk klaar. Ja, dat weet je echt wat ik ervan vind. Maar het is wel grappig op zich. Ik ga dit nu eventjes opruimen. En dan ga ik eindelijk in de tuin liggen. Want ik ben echt heel erg lang bezig geweest met mijn nagels. En ja, eventjes wat anders aantrekken. Even wat olie maar doen. En ja, dat een beetje. Ik dacht dat vandaag ook wel kralen zouden komen. Maar
komen ze dus niet. Echt jammer. Oké. Ik ga beginnen met dit tafeltje dus deze kleur te maken. Maar het moet eerst eventjes een beetje geschuurd worden. Want hieronder zit ook nog een blauwe laag en een witte laag. Dus we gaan hem nu eerst even schuren. Oké, ben ik weer. Ik was namelijk een beetje, oh, hij is een beetje overdicht. Ik was namelijk echt een beetje soort van chagrijnig geworden. Ik ging dat krukje verven, maar we hadden niet echt een goede roller en niet lekkere kwasten en het lukt niet. En oh, het was zo irritant. Dus dit kastje ga ik van de week wel doen als ik een goede roller heb. Ja, en nog iets anders niet leuks. Mijn sieraden of mijn... Ik kom hier echt niet aan worden. Mijn kralen komen vandaag ook niet binnen, want DHL is al geweest en die man had niet mijn kralen. En toen ging ik kijken, zeg maar, van wanneer ze bezorgd worden. En toen stond er 1 à 2 dagen vertraging, terwijl ik het vorige week vrijdag al besteld heb. Dus dat is een beetje jammer. Dus ik hoop dat ze morgen binnenkomen. Ik kan ook nog steeds niet echt wennen aan mijn nagels. Maar goed, ik had weer wat dingetjes van United Wardrobe. Ik had weer wat dingetjes van... Naked gekregen. En dat moet ik morgen een story zo over plaatsen. Dus ik dacht, ik ga eventjes wat fotootjes maken in de spiegel daarvoor. En aan jullie laten zien. Mijn haar ziet er niet uit. Maar jammer dan. Oké, dit is het eerste topje. Die vind ik heel erg leuk. Deur eventjes dicht. En proberen een leuk foto te maken. Ik zie er niet heel leuk uit vandaag. Dus het wordt lastig, denk ik. Ik heb nu deze top aan, ook van Naked, maar die heeft dus echt een hele mooie rug. Dus zometeen als Miu terug is, want die is eventjes boodschappen doen, ga ik even vragen of hij vanaf de achterkant een foto wil maken. Want ik moet natuurlijk ook een Instagram post, zeg maar, plaatsen ermee. Ik heb nu stories foto's gemaakt. Dus ik wacht eventjes tot hij terug is, want hij ging eventjes melk halen volgens mij of zo. Maar dan ga ik wel vast nu met mijn laptop naar beneden. En of nou, eerst even die kleding opruimen. En dan ga ik met mijn laptop naar beneden. En even die foto's bewerken. En die stories alvast maken. En dan daarna mijn video bewerken. Wij hebben lekker eten besteld. En er zit niet heel veel koolhydraat in de frikandel. kibbeling heb ik besteld. Ik weet dat we het gisteren ook hebben gegeten. Maar ik had er gewoon zoveel zin in. Maar ik heb dus een XXL frikandel. Ik heb vandaag gewoon even een kleine cheat day of zo. Maar... kijk even hoe heerlijk dit eruit ziet. Een frikandel met mayo. 30 centimeter lang. En dan heb ik ook nog kibbeling met knoflooksaus. Dus dat gaan we lekker opeten. En Miu heeft een broodje deuner volgens mij. We zijn klaar met eten. Ik zit echt heel erg vol. Maar ik dacht, ik ga jullie eventjes het krukje laten zien hoe die is geworden. Nou... jullie weten wel het krukje. En nu is die zo. En je ziet dat hieronder dat hij nog wit is. Maar ik had zo geen zin meer. Ik dacht, nou, ik vind het wel grappig op zich. Als die wit is. Als ik het nu zo zie, denk ik, ik had hem best groen mogen maken. Maar dat kan ik altijd natuurlijk nog doen. Maar hij is nu dus zo geworden. Ja, ik weet niet. Ik vind het niet heel mooi geworden. Maar ja, een beetje. Het is maar een stoeltje. Dus die ga ik weer terugzetten straks in mijn kamer. En dan kan ik mijn make-up en zo erop zetten. En dan ga ik van de week, als ik wel van die goede kwasten heb, ga ik er misschien nog een keertje overheen. Als ik dat kastje ook nog een keertje opnieuw groen ga maken. Maar voor nu is dit prima zo. Oh,
Ik ga nu eventjes de vlog van Stijn kijken, want die staat erop. En ik heb die foto's voor Naked en zo die ik had gemaakt, die heb ik bewerkt. En die kan ik dan morgen op een story zetten met alle swipe up linkjes en zo. En de kortingscode. En er zit hier echt een ziek groot beest binnen. Zoals iedere avond ga ik weer mijn make-up eraf halen. En gaan weer slapen. Ik hoop dat jullie deze vlog weer leuk vonden. En morgen gaan we... Oh, ik ben helemaal niet scherp. Morgen gaan we als het goed is barbecue. Ik hoop dat die kralen een keertje binnenkomen. Zodat ik die dingen kan gaan maken. En ja, tot morgen. Slaap lekker.